Hallo iedereen, welkom. Dit is de video voor de nieuwe maan in het teken Maagd op 7 september. Een bijzondere nieuwe maan. Na een lange periode van loslaten, vooral emotioneel loslaten, heel veel waterenergie, hè? Dat was wel duidelijk in de vorige video's, krijgen we nu een rustigere, meer stabiele aarde-energie. En ja, september staat symbool voor reiniging, schoonmaken, definitief loslaten, die laatste restjes verwijderen. Alles wat je niet meer nodig hebt, alles wat niet meer bij jou hoort of tot jou hoort, in jouw leven hoort, om daar definitief afscheid van te nemen, maar op een zeer, zeer constructieve manier. Gaan kijken wat jij nodig hebt, wat jij verder wil gaan doen in jouw leven, en dan te gaan kijken wat er nog aanwezig is en of je daar nog mee verder wil. Deze schoonmaak tussen haakjes, die laatste restjes loslaten, is heel erg belangrijk om in een bepaalde rust te komen en dat evenwicht terug te vinden. Vanuit die aarde-energie terug bij onszelf te komen. Het is alsof dat we nu nog meer leren om voor onszelf te zorgen, voor onszelf op te komen. Voor ons welzijn. Hè? Ons welzijn staat heel erg centraal. Hoe wij ons voelen. De keuzes die we maken of die voortkomen uit ja, wie we zijn. En of dat resoneert met wie we zijn. Des te belangrijker nu. Omdat onze toekomst of hoe we ons leven verder willen uitbouwen wel kan afhangen van bepaalde keuzes of de plaats die wij innemen in het leven en in onze maatschappij. De nieuwe maan in Maagd helpt ons om te gronden, om onszelf een beetje op te frissen, een beetje vanuit een nieuwe energie. Onszelf vooral te gaan verzorgen. Het is belangrijk dat we met deze nieuwe maan gaan zorgen voor onszelf. Wat aandacht gaan besteden aan onszelf en aan ons lichaam. Dus het fysieke stukje. Het is al een beetje een nieuwe start. September wordt gezien als een maand van verandering. Grote veranderingen en zeker in deze tijd. Eigenlijk kan je het zien als een heel nieuwe start. Als we alles hebben losgelaten, vooral op emotioneel vlak de afgelopen maanden, de eerste helft van dit jaar ook vooral, dan hebben we nu, energetisch gezien, eigenlijk de kans om ja, ergens compleet doorheen te gaan. We zijn daar al grotendeels doorheen, maar het zijn eigenlijk de laatste stukjes, de laatste stapjes die we zetten. En dan gaan we voelen dat we in een enorme rust komen, die 5D-energie, die in de vorige readings heel duidelijk al naar voren kwam. Dat we vanuit die hogere energie heel erg aanwezig kunnen zijn, mogen zijn, ook wel meer vanuit die aarde-energie. Dat we ons steeds beter gaan voelen in ons lichaam. Nu, er zijn al een aantal zaken bekend, dingen die je kan voelen. Als jouw lichaam zich nog aanpast aan die hogere energie. Daar ga ik het in een andere video nog eventjes over hebben. Voor nu vind ik het vooral belangrijk dat we ons gaan focussen op die energie die ons stevig neerzet, onze wortels, datgene wat ons aardt, wat ons grondt, wat ons heel, heel stevig neerzet. Dus van de ene kant ook in het moment blijven, heel dicht bij onszelf blijven, maar deze nieuwe maan en zeker ook naar de volle maan toe. De energie daagt ons uit om eens te gaan stilstaan bij wat wij willen, wat ons voldoening geeft. Hoe wij ons leven verder willen uitbouwen. Welke plaats wij willen innemen in de maatschappij, in onze samenleving. Hoe wij willen gezien worden. Ten eerste hoe wij onszelf zien. Welke dingen wij in onszelf nog meer mogen gaan erkennen. En dat we voor onszelf heel duidelijk gaan uitmaken, gaan uitspreken misschien, wat we verder willen zetten, op welke manier we bepaalde dingen verder willen zetten. En dan nog misschien het allerbelangrijkste, respect. Respect hebben voor wie we zijn, wat we
nodig hebben op een of andere manier. Maar vooral ervoor zorgen dat we voldoening vinden in de dingen die we doen. En dat we erkend worden, dat we onszelf respecteren. En daardoor eigenlijk ook het signaal geven aan de ander dat respect gewoon belangrijk is. In relaties, in contacten, in ons werk, hetgene wat we doen, waar we dagelijks mee bezig zijn, de mensen die we dagelijks ontmoeten. Een wederzijds respect, en dat begint blijkbaar toch ja, bij respect hebben voor onszelf. Onszelf verzorgen, onszelf voldoende aandacht geven en toch kiezen voor datgene wat we kunnen verder zetten, wat we verder willen uitbouwen in dit leven. En toch even gaan kijken wat ons de kans geeft om de dingen effectief te gaan doen die we willen doen. De ruimte creëren, hè? Het thema vrijheid alweer. De vrijheid om te doen wat jij heel graag doet en daar voldoening te halen. Niet voor niks kwam telkens de schildknaap van water, of de schildknaap van bekers naar voren in de vorige readings. Dat is de kaart die aangeeft dat we ons mogen bewust worden, dat we mogen gaan begrijpen. Dat we kunnen losbreken, dat er veel meer is wat we kunnen ontdekken in deze wereld. En dat we eigenlijk in dit leven altijd wel beperkt zijn geweest. We zijn zo geboren eigenlijk. We zijn geboren en we zijn in deze wereld gekomen. En de dingen waren nu eenmaal zoals ze waren en altijd zijn geweest. En we hebben geleerd om ons toch ergens een beetje aan te passen aan bepaalde dingen. En we zijn gewend geraakt om te leven volgens bepaalde regels. En eigenlijk zijn dat wel beperkingen of dingen die ons op een of andere manier tegenhouden om werkelijk onszelf te zijn of datgene te gaan doen wat we echt willen doen. En nu wordt dat nog duidelijker in onze samenleving, waar we beperkt zijn geweest in het verleden, waar we nu nog steeds in beperkt worden of nog veel meer in beperkt kunnen worden. Maar het is aan ons om dat te beseffen en te kiezen, want als wij gewoon die energie, en daarom is die aarde-energie zo belangrijk, dat we vanuit die aarde-energie onszelf heel stevig neer gaan zetten, gaan geloven in onszelf, gaan zorgen voor onszelf, gaan uitmaken voor onszelf wat heel erg belangrijk is, wat we willen gaan doen in het leven en wat ons een goed gevoel geeft, dan gaan we onze energie zodanig verhogen dat eigenlijk niemand ons nog kan tegenhouden. Dat er geen beperkingen zullen zijn. Dat we eerder nog meer vrijheid zullen ervaren. Dat we gaan ontdekken dat er ja, eigenlijk deurtjes al heel lang openstaan. Maar omdat we zo gewend waren om op een bepaalde manier te leven, hebben we dan niet gezien dat er nog meer wegen waren naar een andere manier van leven. Wij die ons leven een andere vorm kunnen geven, op een andere manier ons ding kunnen doen. En kan zo nog een tijdje verder gaan. Maar dat is dus voor mij wel de schildknaap van water. Durven voelen, vanuit je gevoel gaan aanwezig zijn en gaan voelen wat er nog meer is. Je ziet het niet altijd, maar we voelen het nu wel. We zien het niet, maar we voelen wel dat er veel meer is. En daarom is het des te belangrijker dat we onszelf openzetten voor openstellen voor nieuwe ervaringen, om heel nieuwe gevoelens toe te laten, om nog meer te gaan ontdekken, om ons nog meer te voeden inderdaad van ja, wat geeft ons een goed gevoel, wat zorgt ervoor dat we gewoon kunnen openbloeien en helemaal aanwezig kunnen zijn. Ik zal daar misschien later nog een keertje op terugkomen, maar ja, wat is waardevol voor jou? Zijn dat de dingen om je heen? Wat draagt er nog iets bij? Wat is er nog in jouw leven aanwezig? Wat van waarde is? Of hoe zie jij jezelf? Wat vind jij waardevol aan jezelf? En in de dingen die je doet, de dingen die je onderneemt.
Welke energie voel je daarbij? De dingen die deel uitmaken van ons leven, hebben die nog belang? Zijn er misschien bepaalde zaken waarvan we nu afscheid mogen nemen? En dan spreek ik vooral over de meer aardse zaken, hè? De dingen die deel uitmaken van het dagelijkse leven, wat we doen dagelijks, onze job, onze vrienden misschien ook, ons sociaal leven. Hoe is dat ingedeeld? Voelen we ons daar goed bij? Of willen we meer? Is er meer? Kunnen we meer gaan ontdekken? Kunnen we nog meer nieuwe mensen gaan ontmoeten? Kunnen we vanuit hetgene wat we al doen in onze job of vanuit hetgene wat we dagelijks doen, kunnen we dat een andere vorm geven? Kunnen we dat nog waardevoller maken voor onszelf vooral? Ja, wat is belangrijk voor jou? Dat is voor iedereen iets anders. Het is wel belangrijk dat we daar nu even bij stilstaan. Omdat we in de maand september wel de kans gaan krijgen om dingen een totaal andere vorm te gaan geven. We gaan nog ongeveer wel hetzelfde kunnen doen. Of we gaan nog een beetje hetzelfde gevoel behouden. Maar het verlangen om de dingen anders aan te pakken, of misschien helemaal opnieuw op te starten, dat gaat steeds groter worden. En het is vooral belangrijk dat we kunnen ontspannen. Inspiratie, creativiteit, ook trouwens heel belangrijk in de maand september. Zeker dan rond de volle maan. Dus dat is de energie die zich nu de komende 2 weken gaat opbouwen. Misschien hebben jullie dat wel al gemerkt. Dat je misschien heel veel ideeën hebt. Dat je heel snel geïnspireerd wordt door dingen, door andere mensen. Heel veel zin hebt om te gaan ondernemen. Het kleurrijke komt daar ook bij. Wat jou een goed gevoel geeft. Wat jou een warm en fijn gevoel geeft. Terug een beetje het plezier gaan zoeken in de dingen. En dus alles wat jou net misschien dat plezier ontneemt. Of ervoor zorgt dat je niet helemaal vanuit een heel vrije en fijne energie je ding kan doen. Dat het misschien is de tijd is om daarbij stil te staan of dat wel nog in jouw leven hoort. En misschien is het nu het moment om een andere weg in te slaan of eens te gaan kijken hoe jij zelf misschien iets kan opbouwen voor jezelf, samen met anderen. Dus het is een beetje... Ja, ik zie het bij veel mensen, in mijn gesprekken met mensen. Velen staan op het punt om een carrière switch te maken of datgene wat ze al jaren doen, om dat gewoon op een heel andere manier te gaan doen. Omdat ze stilaan voelen dat het tijd is om het op een andere manier aan te pakken. Om op een andere manier in onze samenleving te gaan staan en daardoor ook anderen iets aan te bieden. Hè? Op in de kern hetzelfde. Hetzelfde zijn en hetzelfde doen, maar het wel op een heel andere manier naar buiten brengen. Meer toegankelijk voor anderen, voor veel meer mensen toegankelijk. En ja, in de eerste plaats voor jezelf. Hè. Dat er heel veel mensen voelen van, ja, ik wil dit nu veel meer op mijn manier gaan doen. En dat zorgt voor veel meer vrijheid. De keuzevrijheid in de eerste plaats, maar ook de ruimte om je ding te doen. Dus ja, laat je inspireren. Zorg vooral dat je kan ontspannen. Je zal waarschijnlijk merken, of velen gaan dat merken, dat al wie meer vanuit die hogere energie, vanuit die 5D-energie aanwezig is, ja, al die mensen die zijn veel meer ontspannen. Die zijn gewoon blij, die zijn gewoon gelukkig in het moment met zichzelf, met de dingen die ze doen. Mensen die nog in dat 3D-stukje zitten, die kunnen wat somber overkomen, wat zwaarder aanvoelen. Dan kan je merken dat die zich nog behoorlijk wat zorgen maken, zelfs nog in die angst zitten om dingen te verliezen en dergelijke. Dus dat verschil gaan we heel duidelijk gaan zien. Dus al wie al vanuit die hogere energie aanwezig is en wie nog steeds probeert vanuit die 3D-energie dingen voor te zetten of in stand te houden. Dus het is heel wat. We beginnen september
Met ja, heel veel boodschappen, heel veel creatieve energie. Die nieuwe maan in maagd vraagt ons om vooral respect te hebben voor onszelf. Om heel integer te zijn. Het is belangrijk dat we ons compleet voelen. Dat we nog beter gaan begrijpen. Dingen gaan voelen vooral. En uiteindelijk ook gaan zien. Maar niet letterlijk, maar inzien eigenlijk. Dat we de dingen gaan begrijpen en duidelijker gaan zien hoe we ons leven verder kunnen uitbouwen. Willen uitbouwen. Wat onze mogelijkheden zijn. En dan wanneer we volledig in die rust kunnen gaan. Eigenlijk vooral het plezier gaan ja, opzoeken zonder te zoeken eigenlijk. Hè. We gaan het wel vinden. Ja, dan gaan we voelen dat we daar die laatste stapjes zetten en volledig door dat stukje heen zijn. Dat we vooral op zielsniveau heel veel meer aanwezig gaan zijn en dat we veel meer in contact staan met onszelf. Op zielsniveau ook met anderen trouwens. En dat we van daaruit veel meer rust kunnen gaan creëren. Dus een beetje een nieuwe start. Of misschien een totaal andere energie. Omdat we heel veel achter ons hebben gelaten. De chaos en het verwarrende. Dat laten we achter ons. Of we krijgen de kans om dat achter ons te laten. Dus ja. Het zijn positieve dingen die naar ons toe komen. Dus als dingen terugkeren in ons leven, dan heb ik trouwens in de vorige video bij de volle maan ook gezegd. Het kan zijn dat bepaalde dingen of bepaalde mensen terugkomen in jouw leven. Maar sta er alsjeblieft even bij stil. Waarom die dingen terugkomen? Misschien heb je die eerder de kans niet gegeven of was je er zelf nog niet aan toe. En krijg je nu een tweede of een derde kans misschien of veel meer. Krijg je nog eens een kans om daar contact mee te maken en eens te gaan voelen waarom die dingen terugkomen in jouw leven. Misschien mag je definitief afscheid van nemen. Of misschien is het nu het juiste moment om daar wel iets mee te doen. Het is altijd wel zo hè, dat bepaalde dingen of mensen terug in ons leven komen om eventjes te voelen, om even te testen of we nog terug in die verleiding gaan. Zoals in deze tijd of we weer, ja, zeker voor al wie aan het wakker worden is. Of we terug in die verleiding gaan toegeven aan die oude structuur. Of dat we durven zeggen van nee, dus het is goed voor mij. Ik ben wie ik ben. Ik weet waar ik sta. Ik weet wat ik wil. En dan kan je wel dingen toelaten in je leven. Maar dan ga je ook onmiddellijk voelen of die resoneren met jouw energie en het punt waarop jij je bevindt in dit leven en in jouw eigen proces. Ja, ik vind het heel wat, maar ik kom nog meer in de rust. Iedere dag steeds meer. En ik wil jullie vooral vragen om nog eens extra naar jezelf te kijken. Kijk ook eens naar je leven. Stel jezelf de vraag wat echt belangrijk is voor jou. Wat jou een fijn gevoel geeft. Zet jezelf gewoon op de eerste plaats. Doe datgene wat jou een goed gevoel geeft. En zorg dat je aandacht kan geven aan één specifiek ding of toch iets wat voor jou belangrijk is. Zorg ervoor dat jouw aandacht niet te veel verdeeld is. Dat gaat jou nog meer helpen om op een heel zuivere en rustige manier in het leven te gaan staan. En misschien nog wat meer in jezelf te gaan ontdekken. Ik ga zo meteen even kijken via de kaarten wat die ons vertellen over de huidige energie met deze nieuwe maan. We zullen zien wat er naar voren komt. Ik hoop dan ook in de vervolgvideo nog eens verder te gaan kijken wat we nog meer mogen zien in onszelf, waar we ons misschien niet bewust van zijn, wat we in ons hebben. Wat gewoon maakt dat we onszelf zijn. Dat we gewoon mens zijn. Dat we gewoon aanwezig zijn. Ons gedrag. Hoe we ons opstellen. Vanuit welk gevoel dat voortkomt. Dus daar zou ik graag in de vervolgvideo
nog wat verder op ingaan. Maar nu eerst eventjes de algemene reading. Ik ga mijn camera verplaatsen en dan gaan we eens kijken via de kaartjes. Zo, ja, ik heb gekozen voor de Psychic Tarot, de originele versie. Puur op gevoel ook, maar ik vind ook dat deze kaarten meer het aardse, het praktische weergeven. Net iets meer dan andere decks. En ja, we zullen kijken wat er naar voren komt. Nu, ik ben ook heel blij dat ik jullie deze mag laten zien. Mijn nieuwste deck, de kern van je persoonlijke kracht. Ik hoop deze straks in de vervolgvideo voor de allereerste keer te gebruiken. Deze zijn al beschikbaar. Je kan deze al vooraf bestellen. Ik heb ook al een introductievideo opgenomen. Dus als deze video online komt, dan kan je ook al eens kennis maken met deze kaartjes via mijn kanaal. Oké. En dan ook nog iets. Voor wie het nog niet weet, je kan nu ook lid worden van mijn kanaal. Als je al geabonneerd bent, hè, dat is volledig gratis en dat blijft ook gratis. Maar je kan er ook voor kiezen om lid te worden. Je vindt die knop onderaan iedere video. Dus ga er gerust eens kijken. Er zijn verschillende niveaus waar je uit kan kiezen. Je kan gewoon mijn kanaal steunen. Of je kan ook voor kiezen om lid te worden. En daar zijn dan bepaalde voordelen aan verbonden. Zoals onder andere de vervolgvideo's die je dan verder gratis kan bekijken. Extra kortingen, de dagreading video's. En nog wat andere voordelen. Dus ook extra berichtjes die ik plaats via de community. Ga zeker eens kijken. Wij verwelkomen je graag in de groep. Oké, we gaan over naar de kaartjes. De nieuwe maan, september. De basisenergie. De algemene energie. Datgene wat nu eigenlijk al aanwezig is, waar we extra aandacht aan mogen besteden. Deze kaarten worden trouwens nog steeds heel vaak gekozen in de persoonlijke readingjes. Vind ik wel fijn. Op dit moment met de nieuwe maan. Dat duurt eventjes. Oké. De vijf uit de grote arcana. Wijsheid. De leraar. Degene die heel veel kennis en licht in zich draagt. Dus we mogen ons bewust worden van onze wijsheid. Van het licht dat we in ons dragen. Het feit dat we nu de kans krijgen om vanuit onze eigen ervaring dingen te gaan delen. We gaan ook merken dat die mensen die daar klaar voor zijn, al wie daar klaar voor is, dat die mensen zich gewoon aangetrokken gaan voelen tot ons licht. Tot wat we in ons hebben, wat we te vertellen hebben. Dit is voor mij een kaart die eigenlijk ook aangeeft eerlijkheid. Als je op een heel eerlijke manier in het leven staat, dan wordt dat sowieso erkend. Dan straal je iets uit, dan trek je net die mensen naar jou toe. Die mensen die je iets kan geven of die je iets kan vertellen vanuit je wijsheid. Heel fijn op deze kaart vind ik trouwens ook de hond, het hondje. Dat staat voor de trouw, ook het respect wat ik daarnet heb genoemd, maar gewoon trouw en vertrouwen is blijkbaar heel erg belangrijk. En ook dat licht, donker en licht. Met de nieuwe maan, hè, dan is er net heel weinig licht. Of zien we heel weinig van de maan. Onze schaduwkantjes. Wat zetten we in het licht? Wat hadden we nog in het donker? Daar gaat mijn nieuwste kaartendek zeker bij helpen. Als je toch even wil dieper gaan voelen in jezelf, wat je in je hebt
En waarom je je op een bepaalde manier gedraagt of waarom je je op een bepaalde manier opstelt. Dus bij deze kaart krijg ik ook vooral donker en het licht. Vanuit het licht durven ook in die donkerdere stukjes te gaan. Blijkbaar ook het stukje relatie. Ten eerste wel de relatie met onszelf, maar ook de relaties met anderen. Dingen die in het licht worden gezet. En ik voel hier ook die warmte, het licht van de zon. Dus voor mij zegt deze kaart, durf ook naar jezelf te kijken. Naar die donkerdere stukjes, maar zie die alsjeblieft niet als iets negatief. Want het valt mij zo op in al die jaren dat ik al aan coaching en begeleiding doe. Dat heel veel mensen wel weten dat ze goed zijn in iets, maar zich om een of andere reden schamen. Of dat niet naar buiten durven brengen. Of dan in het geheim die dingetjes te gaan doen, omdat ze bang zijn voor reacties van anderen. En daarin kunnen we ook iets doorbreken. Dus dat wat je een beetje in het donker hebt geplaatst, omdat je bang bent dat anderen het misschien niet zouden begrijpen, waarom je dat doet, of waarom je daarvoor kiest, of waarom het jou interesseert, of waarom jij op die manier in het leven wil gaan staan, daardoor breken we ook iets. We kunnen vanuit ons licht laten zien waarom dat voor ons belangrijk is. En anderen ook inspireren. Hè? We worden geïnspireerd door anderen en we laten ons inspireren door anderen. In het bewuste stukje wat we kunnen voelen of weten op dit moment. De kaart kwam omgekeerd, dus ik hou er wel rekening mee. Dat kan zijn dat dat pas binnen enkele weken heel duidelijk voelbaar is. Nogmaals een grote arcana kaart. De zegenwagen. Triomf, dus dan hebben we iets overwonnen. Ik had het in het eerste deel daar al over. De laatste stapjes en dan zijn we definitief ergens doorheen. Dus dat zou kunnen zijn dat dat meer zichtbaar, voelbaar gaat worden met de volle maan binnen 2 weken. Maar het is wel een kaart die zegt dat de dingen heel snel kunnen vooruitgaan. 2 keer vanuit de grote arcana, dus dan staat er toch wel iets te gebeuren. Of dan zijn er toch wel grotere dingen gaande. Ik krijg trouwens onderaan de dek het hartchakra, wat ook in een van de dagenergievideo's naar voren kwam. We gaan verder vanuit ons gevoel. We hebben een bepaald evenwicht bereikt. Ergens voelen we dat ook, dat we kunnen rustiger zijn. Dat we nog meer worden uitgedaagd om in die rust te gaan, om dat vertrouwen te hebben. En als we dan helemaal in dat evenwicht komen, dan gaan we merken dat de energie compleet de goede kant uitgaat. Dat we eigenlijk iets overwonnen hebben. Dat is ook voor mij de kaart van succes. Dat er ergens dat we ergens doorheen gaan. En puur omdat we vanuit ons hartchakra, vanuit het hart, vanuit die energie, die liefdesenergie, heel sterk aanwezig zijn. Ik voel gewoon de kracht van ons gevoel, onze wil, ons doorzettingsvermogen, de kracht die we hebben om door te zetten. Wij die eigenlijk heel zeker zijn van onze zaak, ergens nu al voelen dat we hier gewoon grotendeels al doorheen zijn en dat het inderdaad de laatste stukjes zijn, maar dat we kunnen gaan zegevieren, dat het belangrijk is dat we gewoon doorzetten. Dat we in dat evenwicht blijven, in die rust blijven, heel dicht bij onszelf, zeker van onszelf. En zeker met die wijsheid ook, hè, want het is de energie die eruit voortkomt, vanuit de wijsheid. We voelen in onszelf wat waar is, wat werkelijk is. En we zetten gewoon door. We krijgen de kans gewoon om door te zetten. Er is iets in onszelf dat zegt van, oké, nu gaan we er gewoon voor. Voor onszelf, ook voor anderen. We gaan voor die overwinning. We gaan, zeven energie is trouwens een heel spirituele energie voor mij. Die zegt van oké, als we geloven in onszelf en we zetten onszelf heel stevig neer, dan verhogen we onze energie en dan winnen we ook aan kracht. Maar op een zeer, zeer positieve manier. Hè? Dat niks ons nog naar beneden kan halen of kan raken. Dan staan we heel stevig in het leven. In het onbewuste stukje, deze kaart kwam ook omgekeerd. De 4 van bekers. Dus we zijn ons nog niet echt bewust van het feit
dat er toch nog dingen in ons leven zijn die ons niet echt voeden, die ons toch niet dat gevoel geven wat we echt willen. Dus hier staat ontevredenheid en verveling. Dat we toch niet echt tevreden zijn met hoe de dingen lopen. Dat we toch de zin hebben om bepaalde zaken terug toe te keren. Omdat we inderdaad die voldoening niet helemaal halen uit de dingen die aanwezig zijn in ons leven. Dus we zoeken blijkbaar onbewust, dus misschien zeggen we nog net iets te veel tegen onszelf van ja, alles is wel goed en dit doe ik wel graag en ik vind het wel allemaal oké zo. Maar dat is niet voldoende. Voelen jullie dat? Eigenlijk moet je heel erg enthousiast kunnen zijn over hetgene wat je doet. Van ja, dit is echt wat ik wil doen. Dit geeft mij plezier, dit geeft mij warmte. Ik voel de liefde, ik voel mijn eigen energie stromen. En daarin missen we blijkbaar nog iets. Dus we missen iets of we hebben toch de zin om bepaalde zaken toch nog achter ons te laten. Dus dat is in het onbewuste stukje. Het is de energie die ons daar bewust van wil maken. Van oké, kijk toch nog maar eventjes heel concreet wat er in jouw leven is. En of dat werkelijk nog bij jou past. Waarschijnlijk heeft het op een eerder moment wel bij jou gepast en was dat prima. Maar hou rekening mee dat je nu bent doorgegroeid en dat je meer nodig hebt. Dat je veel meer, misschien zelfs geïnspireerd wil worden. Je wil die voeding krijgen van de dingen rondom jou, van de mensen rondom jou. Niet zomaar genoegen nemen met gewoon goed of het is wel oké. Maar gaan voor beter, voor het allerbeste. Zorgen dat je het allerbeste uit jezelf kan halen en dat ook kan laten zien. De kaart kwam omgekeerd. Dan ga ik ervan uit dat dat iets is wat al een langere tijd wat sluimert. Af en toe een beetje naar boven komt. En wat we misschien wat hebben weggedrukt. Van oké, het komt misschien wel in orde. Of dat gevoel verdwijnt wel. Maar deze kaart zegt nee, dit gevoel verdwijnt niet. Dit gevoel wil jou iets zeggen. Dit gevoel wil jou laten inzien dat er iets beter is. Dus kijk omhoog, kijk en naar de sterrenhemel. Het universum wil jou laten zien dat er nog iets meer is, dat er iets beters is. Iets wat nog beter bij jou past. Jij krijgt de kans om nu een nieuwe start te maken. Dus zorg dat je ten eerste goed in je vel zit en dat je ook gewoon je goed voelt in je omgeving en met de mensen rondom jou. Oké. Okay. Eens kijken naar de energie die van buitenaf komt. Het kan zijn wat ons nog uitdaagt of wat ons ondersteunt. Of wat ons misschien nog wat aan het testen is. Van, gaan we nog mee in die verleiding, in dat oude stukje of zijn we hier nu definitief doorheen? Ik spreek in de vorm omdat dit een reading is voor het collectief. Dus heel veel mensen gaan dit herkennen. Maar het zou kunnen zijn dat je merkt dat je hier al net doorheen bent. Dat deze reading eigenlijk vooral de afgelopen weken of maanden voor jou van toepassing was. Of het zou kunnen zijn als je deze video tegenkomt binnen enkele weken, maanden of later. Dat je dan pas merkt dat jij op dit punt aangekomen bent. Maar nu, voor deze tijd, een nieuwe maan, wil dat toch eens extra in ons aanraken. De energie rondom ons of wat van buitenaf komt. Ja, de vijf van lucht, van zwaarden, conflict en nederlaag. Het is niet makkelijk om iets definitief achter ons te laten. Het kan zijn dat je het gevoel hebt dat je iets opgeeft. Deze kaart zegt voor mij vooral van voel je niet schuldig. Zie het niet als een mislukking als je iets achter je laat. Want dit is een vijf-energie. Dus dat wil zeggen dat jij vanuit het mentale, vanuit je denken ergens nog aan vasthoudt. Of dat je heel lang je best hebt gedaan om iets staande te houden. En dat er nog dingen of mensen in jouw leven zijn die jou in dat oude nog willen houden. Die jou misschien een beetje een schuldgevoel aanpraten of met jou in conflict gaan, jou in het oude proberen terug te trekken door
jou een naar gevoel te geven. Of jou het gevoel te geven dat je, ja, dat je mislukt bent. Dat je dit niet hebt kunnen voltooien. Terwijl het net belangrijk is dat als jij wegstapt, als jij de kracht vindt in jezelf, te zeggen van oké, nu is het genoeg geweest, ik ben hier klaar mee. Hier heb ik heel veel energie in gestopt en het heeft weinig of niks opgebracht. Dat je daar durft afstand van te nemen en dat je durft verder te gaan, dat is jouw overwinning. En dat kan door anderen gezien worden als opgeven of jij die niet voldoende kracht hebt om iets door te zetten. Maar dit is pure mentale kaart, dus dit komt voort uit een oude manier van denken. Dus er zijn blijkbaar nog mensen in ons leven, of het wordt ons ook heel vaak vanuit onze maatschappij, we worden er vanuit onze maatschappij heel vaak op gewezen, hè, dat we moeten voldoen aan iets, dat het belangrijk is dat we niet opgeven, dat we doorzetten. En ja, dat is een bepaalde manier van denken die blijkbaar niet meer bij ons past. Ik ga het beeld een beetje verlichten. Dus het is blijkbaar belangrijk dat we nu zien dat we heel hard gevochten hebben voor iets, tegen iets, dat bepaalde conflicten met zich heeft meegebracht. Dat we tegenover de ander zijn gaan staan op bepaalde momenten, of misschien zelfs nu nog. Maar dit kaarsje hier helemaal onderaan, eigenlijk laat je leiden door dat licht, ook al heb je nu het gevoel dat je misschien iets achter je laat en dat je gefaald hebt of dat het allemaal een mislukking is. Alsjeblieft, voel je niet schuldig, want als je kiest voor jezelf, het is blijkbaar belangrijk dat we kiezen voor onszelf, we gaan daar ook anderen mee helpen. We gaan een voorbeeld zijn voor anderen en dan kom ik terug tot de basisenergie. Voorbeeld zijn voor anderen. Als jij vanuit jouw eigen ervaring kan gaan vertellen of met anderen kan gaan begeleiden van kijk, ik ben uit een bepaalde situatie gestapt die mij uiteindelijk geen voldoening gaf, die mij eigenlijk alleen maar energie kostte. Ik heb dat doorbroken, ik ben verder gegaan. Ondanks de minder fijne meningen van anderen. Het is alsof dat we af en toe toch nog een beetje in verwarring worden gebracht. Dat er toch nog zaken zijn die ons een beetje beïnvloeden. Gevoelsmatig dan. Waardoor dat we dan weer even gaan twijfelen aan onze keuzes. Alsof dat we eerst wel zeker waren van ons stuk. En dat er dan toch weer dingetjes worden gezegd. Waardoor we weer even in die verwarring raken van oh, wat kies ik nu? Wat doe ik nu? Dus neem je tijd als je bepaalde twijfel voelt of als je niet helemaal weet waar je voor mag gaan of hoe je verder kan. Dan is dat misschien een teken dat anderen hun gevoelens op jou projecteren of dat je heel veel aanvoelt van anderen. Dus maak dan de tijd vrij om weer helemaal bij jezelf te komen, heel dicht bij jezelf te komen. En zorg dat je de keuzes maakt of dat je verder gaat vanuit je eigen gevoel. Dat helemaal, helemaal goed zit binnenin jezelf. Dus we staan op het punt om verder te gaan. Alleen, een bepaalde gedachtegang, een oude gedachtegang, kan ons nog wat in verwarring brengen. Maar dat is vooral de energie die van buitenaf komt. Dus wees je alsjeblieft bewust van het feit dat er heel veel van buitenaf komt. En dat niet jouw stukje is. Dat conflict, dat is niet het conflict in jezelf. Maar dat is eigenlijk het botsen van de energie. Het botsen van jouw energie met die van anderen. Of anderen die net zien dat jij op het punt staat om verder te gaan, om verder te groeien. En op een of andere manier toch een beetje proberen tegen te houden. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat je aan kracht wint. Hè? Dat je eigenlijk heel krachtig overkomt. Dat het steeds duidelijker wordt voor anderen dat je een bepaalde wijsheid in je draagt. En dat hoef je ook niet altijd uit te leggen waarom je dingen doet. Soms kan je dat ook gewoon niet begrijpen. Je hoeft dat ook niet uit te leggen of te analyseren. Waarom je dingen doet of waarom dat nu net goed voelt voor jou. Hè? Want we zitten hier twee keer met een 5-energie. Dus we kunnen ergens overheen gaan.
En dan gaan we echt definitief bevrijd zijn van iets. Ik ga eens kijken naar een inzichtskaartje. Wat kan ons verder helpen met deze nieuwe maan? Nu komen de kaartjes wel vlot. Oh, het derde oogchakra. Daar heb ik dus een stukje over geschreven, wie het nog niet heeft gelezen. Ik zal de link onderaan deze video plaatsen. Maar we, ja, vorig jaar, begin 2020, ben ik begonnen met het schrijven van stukjes aan de hand van de energie van de chakras, van het basischakra, sacraal, zonnevlecht, hart en dan het keelchakra. En daar ben ik eigenlijk geëindigd in mei 2020. En om een of andere reden was dat belangrijk. Ik heb toen gekeken naar de energie op dat moment. En ja, pas enkele weken terug zag ik deze energie. Om een of andere reden heb ik ook altijd heel veel amethyst bij mij. Ook deze kaarten spraken mij aan omwille van de paarse kleur. Dus dat derde oogchakra, we gaan steeds meer gaan zien. Hè? Zien vanuit ons voelen, ons aanvoelen. Je kan het helder voelen, helder zien, helder weten noemen. Maar ga het zeker eens lezen. Nu bij een chakrakaart trek ik ook telkens een verduidelijkingskaart. Oh, het komt wel omgekeerd. Hè? De zeven van zwaarden. Teleurstelling en jaloezie. Dit zijn de maskertjes die afvallen. De kaart die omgekeerd komt, kan zijn dat we dingen nog niet zien of dat we die dingen eerder nog niet konden zien, de ware aard van anderen. Maar dat we nu door de opening van dat derde oog, dat we het wel plots zien. Het kwam in de dagenergievideo van de maan in tweelingen. Dus nog geen week geleden. Kwam dezezelfde kaart trouwens naar voren. En dus dat is de afgelopen week echt wel het thema geweest. Ware aard zien van anderen. Waarom gedraagt de ander zich zo? Waarom wil de ander nog met jou omgaan? Zijn daar bepaalde belangen aan verbonden? Dus we gaan vanuit ons helder voelen, vanuit ons helder zien, ons helder weten, ons heel bewust worden van wie de ander is, waarom de ander zich zo gedraagt. En waarom de ander zo met ons omgaat. Eigen belangen en teleurstelling en jaloezie. Hier kwam dat ook een beetje, de ontevredenheid, dat is ook de teleurstelling. Dus het zou best wel eens kunnen zijn dat je plots de ware aard van mensen ziet en dat je toch een beetje, op zijn minst, teleurgesteld bent. En dat je, ja, dat je dan toch uiteindelijk afscheid neemt van die mensen. Omdat je voelt dat dat allemaal een beetje fake is, nep is, onecht is. Zoals de hond van de trouw. Hè? Trouw zijn aan de ander, oprecht zijn. Dus blijkbaar, ja, afgelopen week hebben we daar al een aantal dingetjes in doorbroken. Maar het zal ons nog duidelijker worden. Wie in ons leven kan zijn, mag zijn. We hebben daar wel nog een beetje een, ja, tussen haakjes een keuze in. Het is aan ons om dat te doorbreken. Dus als we willen verder gaan naar de energie van de volle maan, is het wel belangrijk dat we durven eerlijk zijn. Dat we ten eerste onszelf laten zien zoals we zijn, niet onbelangrijk. En dat we uit die schaduw stappen waar ik het daarnet over had met deze basiskaart, die basisenergie. Alles wat je een beetje in het donker plaatst omdat je bang bent voor de reacties van anderen, durf je jezelf te laten zien zoals je bent, vanuit die meer spirituele energie, vanuit die hogere energie. En ja, dan gaan we ook de ware aard van mensen zien, waarom de dingen zijn zoals ze zijn, waarom misschien bepaalde dingen in het verleden op een zijn gebeurd, waarom dat moest plaatsvinden. Zie deze kaarten alsjeblieft niet als iets negatiefs. Ik zie dit als wij die eindelijk zien hoe de zaken in elkaar zitten. Hoe de zaken geëvolueerd zijn door de jaren heen. Hoe bepaalde dingen in ons leven zijn gekomen. En dat we nu een heel andere kijk krijgen daarop. En de kans krijgen om op een andere manier verder te gaan. En hier krijgen we de
De zes van munten nu in de tarot is dit de kaart die zegt, ja, gelijkwaardige relaties, geven en nemen. Een bepaald evenwicht in relaties. In deze deck specifiek materiële en spirituele voorspoed. En dat past heel mooi bij de, ja, die aarde-energie. Het teken maagd. Zorg dat je het goed hebt. Wat dat ook is voor jou, hè? Rijkdom. Je kan ook het rijke stukje in jezelf gaan voelen of gaan ontdekken. Maar een zes-energie is voor mij... wil zeggen dat we verder gaan, ook in het aardse. En daar waar we ons eigenlijk, als we eerlijk zijn naar onszelf, ons eigenlijk heel alleen hebben gevoeld. We waren vaak omringd door mensen, maar als het erop aankwam, hadden we toch het gevoel dat we er ofwel alleen voor stonden, of dat anderen ons niet echt begrepen. En daar gaan we nu naartoe. Dat we wel kunnen voelen dat anderen er zijn voor ons. Dit is voor mij een heel sociale kaart. Dus dat we ons openstellen voor een nieuwe vriendenkring of een nieuwe omgeving. Dat kan ook. Maar materiële en spirituele voorspoed. Dus dat we zowel in het aardse als in het spirituele een vooruitgang maken. Dus daar waar we ons heel alleen hebben gevoeld. Ons misschien zelfs een beetje verloren hebben gevoeld de laatste tijd. Ja, daar zijn we overheen. Dat is die zes energie. Dan gaan we over... over dat een beetje lege, rusteloze gevoel heen. En dan kijken we vooruit, hè. En dan gaan we kijken van wat is er hier nog meer. Dan worden we ons bewust van onze rijkdom. Maar niet alleen in het aardse, ook in het spirituele. En blijkbaar is het toch belangrijk dat we positief blijven, hè. Dat we vooral gaan vooruitkijken voor onszelf, wat wij willen. Wat er belangrijk is voor ons in, het, in ons leven. Maar dit is voor mij ook een heel sociale kaart. Een kaart die zegt dat we ons kunnen verbinden met nieuwe dingen, nieuwe mensen. Een nieuwe omgeving misschien, maar vooral de energie van een bepaalde plek. Of een plek waar bepaalde mensen samenkomen. Dat zal belangrijk zijn. Dus zie hier de ware aard van mensen. En besef ook dat we de komende tijd nieuwe verbindingen kunnen leggen. En dat we ja, eigenlijk zijn doorgegroeid. Hè? Dat we... uit dat eenzame stukje komen en dat we ons niet meer aanpassen aan anderen, maar dat we klaar zijn om mensen te ontmoeten die ons gewoon nemen zoals we zijn en ons net die ruimte geven om gewoon onszelf te zijn. Oké, ik ga hierbij afsluiten. Nu, voor wie doorklikt naar de vervolgvideo of voor wie lid is vanaf het niveau Maankind, die kan de vervolgvideo op die manier via mijn kanaal bekijken. Ik wil heel graag eens, nog eens verder gaan. Die zeven. De zegenwagen. Deze kaart uiteraard. En dan dat derde oogchakra wil ik ook graag nog even verder kijken. Deze kaart ook. Dus meerdere kaarten zal ik wel wat verduidelijken. En dan gaan we ook eens kijken wat we in ons dragen. Waar we ja, ons nog meer bewust van mogen worden. Bepaalde eigenschappen die we hebben, bepaalde talenten, gaven, hoe we ons opstellen of ons anders kunnen opstellen. Dus ik ben zelf ook zeer benieuwd. Dus voor wie het hierbij haalt, dankjewel voor het kijken. Geef me zeker een likeje. Deel deze video als je het interessant vindt. Laat me ook weten via de opmerkingen op welke manier... dit voor jou voelt, wat jij misschien voelt in deze periode. Of je dit herkent, hè, dat naar boven komen van de ware aard van dingen en van mensen, van situaties. Hoe bepaalde situaties werkelijk in elkaar zitten. Of je dat al herkent of nog niet. En voor wie doorklikt, ik zie jou zo meteen voor de vervolgvideo. Zorg goed voor jezelf. Heel veel liefs. Dag.